maar staan, Gerrit. Als koning der draken wil ik nog een paar laatste wijzigingen aanbrengen. Hoho! Als ik als koning der draken een vuurspuwende draak heb, dan ben ik de allergrootste koning ooit. Ha! Aanschouw de draak! Wauw! Hij is kikkie! Hij is cool! Hij staat in de fik! Wat? Wow! Oeps! En hij komt recht op ons af! Ik ga maar eens bellen met brandweerman Sam. Een vuurspuwende draak heeft de schuur van Bessie in brand gestoken. Oh, weer eens wat anders. Een vuurspuwende draak heeft de schuur van Bessie in brand gestoken. Maar mijn Bessie staat daar! Brandweerman Sam, zuurstof 100%. Is het vuur is nu uit en met Bessie is alles goed, commandant. Oh, dank je, Sam. Nou, Ellen, ik heb dan misschien geen rooktraining gedaan vandaag, maar ik heb wel gevochten met een vuurspuwende draak. Zeg dat wel, Elvis. Oh nee, zo te zien krijgt die arme Norbert straks goed de wind van voren. Hoezo, van Sam? Nee, erger. Norbert, wacht! Het is toch niet waar dat jij bijna commandant Staals Nelly... Nee, mevrouw St. Bessie. Commandant Staals Bessie in brand stak? Het spijt me, mam, maar ik deed het echt niet met opzet. Ik weet dat een ongelukje was, Norbert, maar je speelde met lucifers. En dat is één... Gerrit wordt vermist in de bergen, in de storm. Gerrit was met de kinderen. Die zijn er natuurlijk ook. We gaan met Saturnus! Veel te hard voor de helikopter. Ik bel de kazerne. Er is maar één voertuig sterk genoeg om die boom te verplaatsen. Gaan ze ons wel vinden, opa? Geen zorgen, Jaap. Ze komen ons vast snel redden. Oké, Phoenix. Dit gaat hem worden. Heel voorzichtig. Jongens!
Zo houden, Jenny. Saturnus kan opstijgen, Sam. Heel goed, dan ga ik nu de bergen in. Help is voor Sam. Saturnus heeft lichaamswarmte opgepikt. Vlak voor je. Over. Begrepen, Elvis. Iedereen stand-by. Brandweerman Sam, stand-by. Commandant. Brandwacht Philip, stand-by. Brandwacht Willeman, stand-by. Brandweervrouw Jansen, stand-by. Wallaby 1, stand-by. Nou, ik maak me geen zorgen meer. Goed. Kom maar op met de show. Hallo, Piekepolder? Goed gedaan, Elvis. Oh, ja. Goed werk, Kispijn. Altijd geweten dat je het in je had. Ja. Goed, alles is veilig, mensen. Terug naar de kazerne. Nou, ik hoop echt dat Mark het net zo goed doet als ik. Hallo, Piekepolder. Ik wil jullie voorstellen aan het allernieuwste lid van mijn band, de Snaarmeester 2000. Ik ken een plek, daar is iedereen te gek. Je nieuwe gitarist klinkt niet helemaal als Elvis, hè, pap? Dat komt er wel. Zet hem maar helemaal open, ja. Huh? Oh jee, oh jee, oh jee. Oh nee. Elvis had dat echt anders gedaan. Pap, je moet dat. Schiet op, bel alsjeblieft, brandweerman Sam! De zelfgemaakte gitaarmachine van Mark Voet heeft het toneel in brand gezet. De zelfgemaakte gitaarmachine van Mark Voet heeft het toneel in brand gezet! Elvis, jij en Ellega met Jupiter. Jenny, jij en Arno neemt... Hoort hij de alarmbel gaan? Dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt. Gevecht. Ben je er klaar voor, stuntman? Ach, waarom moet ik nou alle stunts doen, Norbert? Omdat Sarah en ik niet wilden. De laatste keer dat we gevaarlijke stunts in Norbert's film deden, werden we achterna gezeten door een lawine. Ha! Dat was niks vergeleken hiermee. Dit wordt echt de meest spectaculaire spionnenfilm aller tijden. Ben je er klaar voor, Jaap? Maar ik wil niet nat worden. Actie! Nou, Jaap, wat ben jij toch een laffe... Stuntman!
De snorkam zoeken van commandant Staal? Check. Wasbak herstellen die kapot ging toen Mark Voet de koelkast kwam repareren? Check. Nou, Jenny, we zijn nu al klaar met onze klusjes. Zullen we lekker met de voetjes omhoog televisie kijken, Sam? Klinkt goed. Oh, er is nu een geweldige film met mijn lievelingsacteur Britt Pat. Hé, hey, ken ik jou niet ergens van? Oh, is hij niet geweldig? Ah, ja, geweldig. Op jullie plaatsen! Ik ben blij dat ik kan meedelen dat Radar 100% gezond is en gelukkig. Hoera! Maar toch snap ik het niet, Leni. Waarom voelt Radar zich dan niet zo lekker? Ik heb geen flauw idee. Goed gedaan, jongen. Nou, dan verdien jij een lekker chocokoekje. Nee, Elvis. Honden worden erg ziek van chocola. Heb je hem soms veel chocokoekjes gegeven? Nou, nee. Ja, misschien een paar. Mysterie opgelost. Oh! Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif. Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif. Jenny, jij en ik gaan met Venus. Elvis, roep Tom op met zijn helikopter. Ja, begrepen, Tom. Op. Doe je best, jongen. Ik ben trots op je. Hou nog even vol, Klaas. Daar is brandweerman Sam. Ik zie hem, Radar. Oh jee. Ik heb je. Je moet echt veel voorzichtiger zijn, Klaas. Dit had vreselijk kunnen aflopen. Je hebt gelijk, Sam. Bomen klimmen zit er voor mij niet meer in. Maar het is mijn schuld dat je in die boom geklommen bent, Klaas. Het spijt me heel erg. We probeerden alleen maar de vos te vinden. De vos? Het spijt me zo, mam. Ik was vergeten dat jij zei dat een vos een wild dier is. En omdat ik hem op een hond vond lijken, deed ik de kooi open om hem eten te geven. En toen was hij weg. Bedoel je soms deze vos? Ja, die vos. Norbert en ik gingen op zoek, maar we konden hem helemaal nergens vinden. En is hij terug? Hij heeft zijn eigen weg teruggevonden. Hij wist blijkbaar dat hij hier te eten kreeg. Nou, zo te zien is iedereen tevreden. Betekent dat het deze keer nu eens niet mijn schuld was? Wacht eens even. Jij was degene die zei dat vossen op honden lijken. Nou, deze dan misschien niet. Of misschien dat ik net aan een ander dier dacht. Een wolf of een panda. Een vis. Nee, een eenhoorn. Of een tunne ooit. Hoort hij de alarmbel gaan, dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam. En hij is heel accuraat, brandweerman Sam. Hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt. Komt dat zien! Kom naar Norbert Circus! Hedenmiddag in het park! Het wordt echt spectaculair! Ik hoor je wel, Norbert. Ik sta vlak voor je. Maar komen jullie? Zijn we acrobaten? Ja. En wilde exotische dieren? Natuurlijk. En apen met gekke hoedjes die rijden op een eenwieler? Wil je nou een kaartje of niet? Ja! Een circus, Norbert? Dat klinkt erg spannend. Ik kan net zo goed vast alarm slaan. Kom jij ook? Kom jij ook kijken, brandweerman Sam? Ik zou wel willen, Norbert, maar ik heb vandaag een bijzondere opdracht met commandant Staal. Goed, team. Vandaag verwacht ik van jullie heldenmoed, opoffering
En een flinke lik verf. Wow, een miniatuurversie van Piekepolder is geweldig, commandant. Echt indrukwekkend. Inderdaad. Maar als ik hem af wil hebben voor de onthulling van vanavond, heb ik jullie hulp nodig. En de hulp van een betrouwbare, professionele bouwer. Helaas was die niet beschikbaar, dus wij moeten het doen met Mark Voet. Oh, moet ik dat voorstellen? Maar ik draag heus niet altijd dat vreselijke groene ding. Dames en heren, jongens en meisjes en opa's. Welkom bij de mooiste show ter wereld. Ga genieten van de meest adembenemende trapeze-act. Tadaa! Trapeze-act? Dat is gewoon een schommelband die aan de balken hangt. Helemaal niet. Wow! Oh, auw. Ah! De tweede act. De geweldig draaiende potjes. Tadaa! Oh. Oh. Is het de bedoeling dat ze kapot vallen? Norbert, heb jij... Met die mist wordt het net zoiets als zoeken naar een speld in een hooiberg. Het zicht zal beperkt zijn, ja. Dus halve snelheid en eerst ten oosten van Piekepolder Eiland zoeken. Over. Waar gaan we heen, pap? We gaan helpen zoeken naar Tom. Het zicht is nog slechter dan ik dacht. En er staat een sterke stroming. Ik hoor een boot. Ik ben hier! Hallo! Ik ben hier! Ik ben hier! Ik zie niks op de radar. De remmenboot van Tom is misschien te klein. Allemaal goed je oren en ogen openhouden. Ze horen me niet. Oh! Hey! Ik ben hier! Hey! Ik ben hier! Hey! Oh! Zat ik maar lekker in mijn helikopter. De wind waait noordwest, het tij keert over 3 uurtjes en er staat een sterke stroming. Daar, daar zou Tom moeten zijn. En Sam is hier aan het zoeken, op de verkeerde plek. De verkeerde? Sam, meld je, Sam. Karel, we luisteren. Je moet van koers veranderen. Ten westen van Piekepolder Eiland zijn. En veel verder uit de kust. Weet je dat heel zeker, Karel? Ik vis hier al jaren, Sam. Ik weet het zeker. Zo zeker als een visser kan zijn. Jenny, Ben, jullie hebben Karel gehoord. We gaan westwaarts. We geven, Sam. Hou je vast, jongens. Is het ook echt waar jij zei dat hij is, pap? Ik hoop van wel, Sarah. Ik hoop het echt. Oh, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhou. Een motor? Het is een boot! Hey! Hey! Ja! Goed gedaan, jongens! Jullie zijn er! Ah. Ik heb je, Tom! Oh, bedankt, jongens. Ik was al bang dat ik moest gaan zwemmen. Bedankt, Karel, maar hij zei waar we moesten zoeken. Ahoy daar! Bedankt, Karel. Zonder jou had ik hier nog altijd rondgedobberd. Je bent een held. Dan is er vandaag toch nog iets goed gegaan. Onze pap is de beste. Hij is de coolste papa ter wereld. Als je dat ook vindt, doet er dan mee. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de...